Kappa! Wat? Oh, jongens, alsjeblieft. Bilal. Alsof ik je heb gedwongen. Bilal. Ik had vorige keer het idee dat jullie niet helemaal de scheiding wisten tussen middeleeuwen, renaissance, vroeg middeleeuwen, later. Ik ga het even opschrijven. Ja? Want renaissance, dat weet iemand. Wedergeboorte. Wedergeboorte, nou. Daar ben ik blij mee. Ja. Van wat? Van de kunst en van alles. Maar van alles reken ik net niet goed. Van de manier van denken, toch? Kan ik goed rekenen, maar doe ik niet. Wie zou dat trouwens wedergeboren willen worden? Maxime. Maxime, zeg je? Maxime? Nee. Ik denk dat zij dat wel zou willen. Ik snap het niet helemaal, maar goed. Wil jij? Oké, okay, nou, ik schrijf het even op. Nee, ik schrijf het even allemaal op, middeleeuwen. Middeleeuwen kwamen de meest vreselijke ziektes voor. Wie weet er een paar ziektes? De pest. De pest. De kortslip ook van de middeleeuwen? Kortslip is inderdaad is een ziekte, is een geslachtsziekte eigenlijk. Oh, geslachtsziekte. Ja. Wat helemaal niet zo prettig is en wat ook zeer besmettelijk is eigenlijk. Je goed gepijpen of zo gisteren, en of niet? Je kan het krijgen door middel van... Pijpen! Jij had gewoon zin om keihard pijpen door de klas heen te roepen. Of... Dat is nergens voor nodig, lijkt me. Maar als je zo stoer bent, pijpen, wat is het werkwoord van pijpen? Ik pijp, jij pijp, wat is verleden tijd van pijpen? Slikken. Bilal, even naar mij kijken. Dank nee, ik heb niks gezegd, want ik heb al niks gedaan. Even naar mij. Goed. Ik zag alleen maar dat zij, die kortslip komt niet zomaar. Ja. Ik zag geslachtsziekte. Dus, maar inderdaad, nee, ik wou zeggen door zoenen en ook door huidaanraking. Daar heb ik toch gewoon een lange pijp? Ja, maar goed, ik zal gewoon een kortslip krijgen doordat je uit iemands glas drinkt die ook een kortslip heeft. Goed. Dat is Doreen. Ik zal je niet laten pijpen door Maxime. Nee. Hey. Oké, okay, nou is het klaar. Bilal, ik wil niet meer dat je op Maxime reageert. Klaar. We gaan even verder met de les. Ik ga de tijdvakken even opschrijven. Middeleeuwen. Ik schrijf iets vanaf 500. Sowieso direct in de keel gehad. Nee, ja, die is bij de lip blijven hangen. Kappen nou! Pijpen nou. Kappen! Kom maar echt! What the fuck? Hey, hey. Maxime. Ja, what the fuck? Ik wat moet ik dan? Wat is er? Moet ik alles over me heen laten komen? Ik vind het toch ook... Wat is er? Kappen! Wat? Het is een nieuw Oh, jij hebt jongens, alsjeblieft. Bilal. Alsof ik je heb gedwongen. Bilal, even nou wat? Klaar. Klaar nou, ja? Klaar met wat? Ja, met even opmerken. Sorry, maar ik word hier aangevallen, niet zij. Maxime, kijk me eens aan. Gaat het? Of gaan we even wat water drinken of zo? Niet, dat is het verkeerde. Hey, klasse. Bilal, dit is niet oké wat er gebeurt hier. Ja, nou is Maxime weg. Ik weet niet wat er nou precies aan de hand was. Zit je nou de hele tijd... Ik heb wel een ding, een beeld van wat er is gebeurd. Nou, daar kan je lekker voor je houden. Ja? Goed, oké. Goed. Wat doe jij Anita... Volgens mij heeft Anita ook zin om te kijken. Oké, klaar. Maar als we nou allemaal in opdoen, dan valt het toch wel weer mee. Bilal, ik ga het in mijn mentalas, wil ik hier even op terugkomen. Waarop terugkomen? Okay, we gaan. Waarop terugkomen? Ik wil hier even op terugkomen. Ik vind het onveilige sfeer in de klas, dus ik vind het niet fijn. Dus, ja, ik vind het inderdaad heel onveilig als iemand met herpes naast me zit. Ja, klopt. Ja. De middeleeuwen. Weet je wanneer de vroege middeleeuwen begonnen? 500 na Christus. Precies. Jim, gefeliciteerd. Ik heb het al hier staan.